Geachte meneer de Rector Magnificus, geachte college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, geachte raad van bestuur van het Erasmus MC, geachte collega's, vrienden en familie. De mens is continu bezig de wereld om zich heen beter proberen te begrijpen. Het gedicht dat u hier op het scherm ziet en dat bezongen werd tijdens de Qawwali voor onze binnenkomst, gaat hierop in. Het gedicht stelt dat het eigenlijk gezichtsbedrog is te denken dat de wereld om je heen stilstaat. Elk moment is eigenlijk weer een nieuwe herschikking van de elementaire deeltjes. En eindigt dan ook door de vraag te stellen of het leven één groot mysterie is. En het antwoord is duidelijk. Nee, het leven is slechts het genieten van de vlucht. Ondanks de metafysische inslag van dit gedicht gaat het in op een heel belangrijk aspect van het menselijk wezen. Namelijk de wereld om je heen beter proberen te begrijpen. Ook als wetenschappers zijn wij continu bezig de wereld om ons heen proberen te begrijpen. En dat doen wij op basis van de waarneming, de observatie. Dit vormt dan ook de hoeksteen van wat wij het empirisch onderzoek noemen. De conclusies die wij verbinden aan onze waarneming of aan een set van waarnemingen, dat beschouwen wij dan als de waarheid, als fact, als feit. Een belangrijke vraag is echter, hoe weten wij dat onze conclusies, onze interpretaties van de waarneming accuraat is, dat die betrouwbaar is? Hoe weten wij dat onze conclusie daadwerkelijk de waarheid weerspiegelt? Deze vraag komt eigenlijk in alle wetenschappelijke disciplines terug. Denkt u bijvoorbeeld aan de sterrenkunde. Hoe weten wij dat datgene wat ik aflees aan mijn telescoop daadwerkelijk een zwart gat vertegenwoordigt? Denkt u aan de rechtspraak. Hoe weet ik dat alle getuigenissen bij elkaar een goed beeld geven van wat er gebeurd is? Ook in de archeologie. Hoe weet ik dat mijn waarnemingen, archeologische vondsten, daadwerkelijk vertellen hoe de Romeinen leefden? Ook in de geneeskunde zijn we continu bezig waarnemingen te verrichten aan de patiënt en op basis van die waarnemingen conclusies te trekken over het ziektebeeld dat aanwezig is. Binnen de geneeskunde zijn deze waarnemingen eigenlijk samen te vatten in vier grote onderwerpen. Wie heeft de ziekte? Diagnose. Wat is de oorzaak van de ziekte? Etiologie. Wat gebeurt er? Wat is het natuurlijk beloop van de ziekte? Prognose. En wat kun je eraan doen? De epidemiologie is het vakgebied dat ons vertelt wat de juiste manier is om deze vragen te beantwoorden. Het biedt ons tools, handvatten om op de juiste manier onderzoek te doen, waardoor wij daadwerkelijk antwoord op deze vraag kunnen krijgen. De toepassing van deze handvatten op verschillende ziektebeelden zorgt ervoor dat er verschillende disciplines zijn binnen de epidemiologie. Denkt u bijvoorbeeld aan de kankerepidemiologie, de neuroepidemiologie en de cardiovasculaire epidemiologie. Ik wil u meeleiden door de stappen die de epidemioloog maakt om van die vraagstellingen naar een uitgevoerd onderzoek te komen. Ik doe dat aan de hand van een voorbeeld waarbij ik inzoom op etiologie, op de oorzaak van ziekte. En dat doe ik op het ziektebeeld waar ik de afgelopen 12 jaar onderzoek naar heb gedaan. De ziekte van Alzheimer. Hier ziet u een vrouw die lijdt aan de ziekte van Alzheimer. En u stelt de vraag, wat is de oorzaak of zijn de oorzaken van de ziekte bij deze vrouw? Voordat we daarop ingaan, is het belangrijk stil te staan bij de veronderstelling dat direct de oorzaak van iets vaststellen eigenlijk onmogelijk is. Oorzaak vaststellen is eigenlijk niks anders dan een inferentie die wij maken op basis van onze waarnemingen, waarbij wij andere verklaringen uitsluiten. Immers, niemand heeft ooit een elektron zien verspringen van het ene atoom naar het andere atoom. Het is hooguit onze waarnemingen van onze microscopen of andere meetapparatuur, gekoppeld aan het theoretisch kader waarin wij werken, dat ons doet besluiten dat inderdaad het elektron zal wel versprongen zijn. Maar echt direct met de blote ogen zien heeft niemand ooit gedaan en zal waarschijnlijk ook nooit gebeuren. De beroemde Britse auteur Sir Arthur Conan Doyle, die ook arts was, en de bedenker van Sherlock Holmes, laat zijn beroemde personage dan ook het volgende zeggen. When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.
Dus ook Sherlock Holmes doet hetzelfde. Die sluit allerlei andere verklaringen uit. En datgene wat overblijft, moet dan wel de waarheid zijn. Terug naar ons voorbeeld. Wat is de oorzaak van de ziekte van Alzheimer bij deze vrouw? Laten wij hypothetisch beginnen. Hoe zouden wij deze vraag willen beantwoorden? Los van de vraag of we het in werkelijkheid ook op die manier kunnen beantwoorden. Denkt u daar eens over na. Hoe zouden we dit willen beantwoorden? Het antwoord is dat wij idealiter terug in de tijd zouden willen gaan en de vrouw opnieuw haar leven zouden willen laten leiden, met het enige verschil dat de oorzaak waar we in geïnteresseerd zijn dan niet aanwezig is. Stel nu dat wij geïnteresseerd zijn of roken een oorzaak is van de ziekte van Alzheimer, dan hebben we het waar gebeurde, namelijk de vrouw heeft gerookt en heeft de ziekte van Alzheimer. Wat wij zouden willen doen is hypothetisch terug in de tijd willen gaan en diezelfde vrouw gedurende haarzelfde leven willen observeren met het enige verschil dat ze niet heeft gerookt. Het is alsof je op de rewind button zou drukken en het leven opnieuw zou afspelen. Dit alternatieve scenario is puur hypothetisch, want het kan in werkelijkheid nooit gebeuren. Maar dit is wel een hoeksteen van het epidemiologisch denken. Want dit alternatieve scenario, dat heet in de epidemiologie de counterfactual, de counterfact. Dat is dus de evenknie, de hypothetische evenknie van wat er daadwerkelijk gebeurd is. En het is zeer belangrijk in het etiologisch denken en het etiologisch onderzoek. Want als we dit voorbeeld verder uitwerken, zijn er een aantal scenario's mogelijk. De vrouw die wel gerookt heeft, die ontwikkelt de ziekte van Alzheimer. En haar counterfact, die niet gerookt heeft, ontwikkelt de ziekte van Alzheimer niet. Dan kun je concluderen dat roken een oorzaak is van de ziekte van Alzheimer. Het is ook mogelijk dat de counterfact wel de ziekte van Alzheimer ontwikkelt. En dan weet je dat roken niet een oorzaak is van de ziekte van Alzheimer. So far so good. Maar het belangrijkste werkterrein van de epidemioloog is om dit hypothetische scenario te vertalen naar de werkelijkheid. Want de werkelijkheid is veel weerbarstiger. Er kunnen vertekeningen ontstaan in de manier waarop je de vertaalslag maakt van het hypothetische scenario naar de werkelijkheid. Dat zijn de artifacts. En de epidemioloog probeert de vertekeningen zo goed als mogelijk te voorkomen. Nou, wat zijn dan de verschillende artefacten die we willen uitsluiten? Ik wil met u de verschillende stappen doornemen en de verschillende artefacten bespreken. Als eerste wat wij doen, is toeval uitsluiten. Immers, het is mogelijk dat puur door toeval de vrouw die heeft gerookt wel de ziekte van Alzheimer krijgt en haar counterfact niet de ziekte van Alzheimer krijgt. De oplossing is dat wij niet één persoon observeren, maar een groep personen observeren. Daarmee verkleinen wij eigenlijk de kans op kans. Hoe meer observaties, hoe minder de invloed van kans. Overigens, de hele big data beweging van de afgelopen jaren stoelt op deze gedachte. Maar ze maken een denkfout. De denkfout is dat hoe groter de data, hoe beter de antwoorden zullen zijn die wij zullen verkrijgen. Maar let op, de aantallen verkleint alleen de invloed van toeval, van kans. En niet van alle andere artefacten die ik zo meteen verder zal bespreken. Dus de gedachte dat big data dé oplossing is in de geneeskunde, is wat mij betreft fout. Het kan wel een bijdrage daaraan leveren, maar het is absoluut niet dé oplossing. Wat zijn dan de andere artefacten? Terug naar ons voorbeeld. In plaats van één persoon hebben wij dus nu een groep vrouwen die wel roken en hun counterfactual groep vrouwen die niet roken. En nogmaals, ook deze counterfactual groep kunnen wij in werkelijkheid niet verkrijgen. Dus wat wij willen is een werkelijk bestaande groep identificeren die zo nauw mogelijk aansluit bij de counterfactual die wij voor onze ogen hebben. En hier kunnen weer verschillende artefacten optreden, die wij binnen de epidemiologie noemen de biassen. Daar zijn er drie van. Selectiebias, confounding bias en informatiebias. Deze drie ga ik nu kort verder uitwerken.
Selectiebias is eigenlijk letterlijk het vergelijken van appels met peren. Het ontstaat als een selectiecriterium gehanteerd wordt dat verschillend is tussen de onderzoeksgroepen waar je onderzoek naar doet. Ik geef een voorbeeld uit het Alzheimerveld. Stel inderdaad dat roken een oorzaak is van de ziekte van Alzheimer. Stel dat in werkelijkheid dat juist is. En wij willen dat onderzoeken door middel van een patiëntcontroleonderzoek. Dat is een onderzoek waarin wij een groep patiënten identificeren en een patiënt gezonde vrijwilligers. Vaak wat er gebeurt is dat die gezonde vrijwilligers geïdentificeerd worden op basis van krantenadvertenties of de partners van de patiënten of op een andere manier. En dat we binnen de patiënten en de controles vergelijken hoe vaak roken voorkomt. Als roken daadwerkelijk een oorzaak is van Alzheimer, dan verwacht je dat in de groep patiënten meer rokers vertegenwoordigd zijn dan in de controlegroep. Hoe zou dit nou in werkelijkheid uitzien als je dit uitvoert? Hiertoe ga ik terug naar een tweetal richtlijnen die gepubliceerd zijn. De eerste in 2011 en de tweede in 2014. Die worden gepubliceerd door een werkgroep internationaal samengesteld die de diagnostische criteria vertellen van hoe in de praktijk de diagnose ziekte van Alzheimer gesteld moet worden. Dit zijn wereldwijde richtlijnen en die worden heel vaak geciteerd. Wat mij opviel is dat de richtlijn die in 2011 gepubliceerd was, binnen een jaar tijd zo vaak geciteerd was dat de impact factor van het blad steeg van 5 naar 17. Wat zeggen deze richtlijnen? Nou, de bekende symptomatologie van de ziekte van Alzheimer, dus cognitieve achteruitgang, langzaam ontstaan, geheugenproblemen, alles wat bij jullie ook bekend zal zijn. Maar aan het eind stellen ze, en dat staat hier in het Engels, dat patiënten die een beroerte hebben doorgemaakt, of bij wie vaatschade in de hersenen op MRI te zien is, die mogen niet meer de diagnose ziekte van Alzheimer krijgen. Nou, wat betekent dit voor het onderzoek naar roken dat wij willen doen? Dit betekent dat wij dus in onze patiëntcontroleonderzoek binnen de patiënten mensen die een beroerte hebben doorgemaakt of vaatschade in de hersenen hebben, niet meer mogen includeren. Nu weten wij dat roken een van de sterkste risicofactoren is voor beroerte en vaatschade in de hersenen. Dus als wij die patiënten selectief weglaten uit ons onderzoek, zitten wij selectief patiënten die rookten ook weg te laten. En dit stringente criterium passen wij niet toe in onze controles. Dus wat er dan gebeurt, is dat er een paradoxaal verband zal ontstaan dat in onze patiëntengroep het aantal rokers artificieel lager is. Het kan zoveel lager zijn dat je paradoxale verbanden gaat zien, namelijk dat roken misschien zelfs beschermend zou kunnen zijn voor de ziekte van Alzheimer. De oplossing voor selectiebias is dat er van tevoren goed nagedacht wordt over de onderzoeksvraag, hoe je die opzet en wat de juiste groepen zijn die daartoe onderzocht moeten worden. Ik hoop dan ook dat bij de volgende richtlijnen op zijn minst één epidemioloog aanwezig is in de werkgroep. Dat is selectiebias. De tweede vorm van bias is confounding bias. Dat wordt heel vaak verward met selectiebias, maar is toch echt wezenlijk een ander fenomeen. Als wij bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn of factor A een oorzaak is van factor B, dan is confounding niets anders dan een derde factor die met beide verband houdt en op die manier een ogenschijnlijk, of in dit geval een vertekend verband weergeeft tussen A en B. Ook hier geef ik een voorbeeld uit het Alzheimerveld. In 2015 werd in het toonaangevend tijdschrift Nature een artikel gepubliceerd dat suggereerde dat amyloïd besmettelijk zou zijn. Amyloïd is het eiwit dat zich ophoopt in de hersenen van Alzheimer-patiënten. Dit onderzoek was zo groot wereldnieuws dat het overal in de media verscheen. Nou, wat werd er gedaan in het onderzoek? Wij weten dat bacteriën, virussen en schimmels infectieziektes kunnen veroorzaken. Nu is er een zeldzame groep aandoeningen die veroorzaakt worden door besmettelijke eiwitten, zogeheten prionen. De ziekte van Creutzfeldt-Jakob is het bekendste voorbeeld daarvan en het is nauw verwant aan de gekke koeienziekte. In dit onderzoek werden 8 patiënten die overleden waren aan de ziekte van Creutzfeldt-Jakob onderzocht. Hun hersenen werden onder de microscoop bekeken. Maar dit waren 8 patiënten die ook een andere hersenaandoening hadden,
waardoor zij geen groeihormoon meer produceerden. En om die reden kregen zij injecties met het groeihormoon. Het probleem was dat die injecties niet alleen groeihormoon bevatten, maar ook besmet waren met de prionen van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Dus wat gebeurde er? Die patiënten die kregen de injecties en raakten dus besmet met de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. En inderdaad, onder de microscoop vonden de auteurs, de onderzoekers, dat er schade was in de hersenen veroorzaakt door die prionen. Maar wat zij ook vonden, is dat er in diezelfde hersenen heel veel amyloïd aanwezig was. En op basis daarvan concludeerden zij dat de enige manier waarop amyloïd in deze hersenen terecht kon komen, ook via de injecties moest zijn geweest. Maar de onderzoekers hielden geen rekening mee dat er ook mogelijk een derde oorzaak geweest zou kunnen zijn die het amyloïd verklaart. Immers, wij weten uit literatuur dat groeihormoon en met name een tekort aan groeihormoon invloeden kan hebben op de hersenen, dusdanig dat de amyloïd gaat neerslaan. Met andere woorden, onze indruk was dat de amyloïd in de hersenen niet door de injecties kwam, maar door het feit dat die patiënten nou eenmaal een deficientie hadden van het groeihormoon. Wij hebben naar aanleiding van dit artikel een brief ingezonden naar Nature. En het duurde ons 10 maanden om de redactie, de oorspronkelijke auteurs en de reviewers te overtuigen dat er toch echt wel confounding aanwezig was. Ondertussen werden wel heel veel onderzoeksprogramma's opgezet die uitgingen van wat mij betreft voorbarige conclusies waren dat het amyloïd besmettelijk zou zijn. Wat is de oplossing van confounding? Ook hier weer kun je in je studieopzet ervoor zorgen dat je studie dusdanig opgezet wordt dat confounding geminimaliseerd wordt. Een tweede manier is de statistiek, de multivariabele regressies, waarmee je dus via de wiskundige formules van de statistiek de confounding weg kunt nemen. Wat mij betreft is dat eigenlijk niet de allersterkste manier om confounding op te lossen, maar meer een post-hoc manier. En de laatste is de randomisatie. Randomisatie, dat dus op basis van toeval bepaald wordt wie welke blootstelling gaat krijgen. Overigens, randomisatie is ook het onderscheidend kenmerk tussen wat wij aan de ene kant observationele studies noemen en aan de andere kant interventiestudies, ook wel de experimentele studies. In de kliniek staan die bekend als de clinical trials. Derde bias, de laatste bias waar ik over wil hebben, is informatiebias. Daar ga ik niet diep op in. Het enige wat ik daarover wil zeggen, is dat het ontstaat door meetfouten in je studie die al of niet systematisch zouden kunnen zijn. De oplossing voor informatiebias is dat je je metingen verricht in je studie zonder kennis te hebben van de andere metingen die je doet in je studie. Tot nu toe heb ik in mijn voorbeelden telkens geput uit mijn eigen onderzoeksveld, de ziekte van Alzheimer en dan met name studies waarvan men zou kunnen voorstellen dat die epidemiologisch van aard zijn. Echter, als we terugdenken aan de experimentele studies, de gerandomiseerde onderzoek, weten wij dat er ook in de basaalwetenschappen experimenten gedaan worden. Basaalwetenschappelijk onderzoek, daarmee bedoel ik onderzoek met proefdieren, cellen en weefsels. En dat zijn net zulke experimenten als de experimenten die wij in de kliniek doen als de clinical trials. Dus wat mij betreft moeten ook de proefdierstudies zich houden aan dezelfde criteria om de artefacten uit te sluiten zoals ik die zojuist heb uiteengezet. In 2015 werd een onderzoek gepubliceerd waarin 2.500 proefdierstudies tegen het licht werden gehouden en er werd gewoon simpelweg geturfd hoe vaak deze studies zich hielden aan de principes zoals ik die zojuist heb benoemd. Dus de principes van randomisatie, blindering, toeval uitsluiten door middel van grote steekproefgrootte. En als vierde werd nog gekeken of er ook belangenverstrengeling gemeld werd. Wat voor mij schokkend was, is dat minder dan 1/3 van de studies zich aan 1 van deze kenmerken hield. Laat staan dat er een studie was die alle 4 de kenmerken toepaste. Als ik dit zou vertalen naar de kliniek, zou dit betekenen dat we een clinical trial doen die niet gerandomiseerd is, die niet geblindeerd is, waar geen powerbreaking van is gemaakt en waar geen belangenverstrengeling gemeld wordt. Als dit een ethologische trial was, zou dit nooit door een ethische commissie goedgekeurd worden. Ik denk dan ook dat bij het proefdieronderzoek wij dezelfde criteria moeten hanteren
En dat we veel meer verbindingen moeten krijgen tussen de epidemiologie en de biomedische wetenschappen om ervoor te zorgen dat ook dat onderzoek zich houdt aan de allerhoogste kwaliteitseisen die bekend zijn. Tot nu toe heb ik gefocust op het etiologisch onderzoek, oorzakelijk onderzoek en de randvoorwaarden die daarvoor gelden. Binnen de epidemiologie is hier dan ook een toepasselijke naam voor bedacht, de causale inferentie. Er zijn ook onderdelen binnen de epidemiologie waarin etiologie en de randvoorwaarden daarvan minder stringent zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan voorspelling, aan predictieonderzoek. Als ons doel is puur een voorspeller te identificeren waarmee wij mensen kunnen herkennen die een verhoogd risico hebben, dan maakt het niet uit of die voorspeller ook een oorzaak is of niet. Denkt u aan bijvoorbeeld het hebben van een aansteker in een broekzak. Het zal een zeer sterke voorspeller zijn voor longkanker, maar het is absoluut geen oorzaak daarvan. Zolang het duidelijk is of de onderzoeksvraag nou een etiologische is of een prognostische predictieve, gaat het allemaal goed. Het gevaar bestaat als mensen voorspellers gaan gelijkstellen aan oorzaken. En daartoe treed ik even kort uit de geneeskundig onderzoek. En ik ga dan naar het maatschappelijk debat dat er tegenwoordig heerst over integratie en assimilatie. Het klopt dat het wonen in een achterstandswijk of het hebben van een bepaald etnische achtergrond een sterke voorspeller is van criminaliteit en sociaal onmenselijk gedrag. Maar laten we alsjeblieft deze voorspeller niet gelijkstellen aan de oorzaak daarvan. Daar moet apart onderzoek naar gedaan worden. Terug naar de epidemiologie. Het vakgebied dat facts probeert te begrijpen door te redeneren vanuit counterfacts, waarbij zo goed als mogelijk artifacts uitgesloten worden. Wat betekent dit nou voor het medisch-wetenschappelijk onderzoek? Als eerste wil ik één misconceptie wegnemen. En dat is dat de meeste mensen bij epidemiologisch onderzoek denken aan grootschalig bevolkingsonderzoek. Dat is niet waar. Dat is slechts een klein onderdeel van de epidemiologie. Wat mij betreft is elk onderzoek in principe epidemiologisch van aard. Of anders gezegd, elk medisch-wetenschappelijk onderzoek zou zich moeten houden aan de epidemiologische principes zoals ik die zojuist uiteen heb gezet. Ik benadruk dat dit gedachtegoed niet nieuw is. Dit gaat terug naar Andries Querido, naar zijn gedachtegoed bij de vestiging van de faculteit Geneeskunde in Rotterdam. Gaat ook terug naar Hans Valkenburg bij de oprichting van de afdeling Epidemiologie in Rotterdam. En bij mijn voorganger gaat terug naar Albert Hofman, die vervolgens de afdeling deed uitgroeien tot een internationaal topinstituut. Echter, wetenschappelijke, technologische, maatschappelijke en financiële ontwikkelingen zorgen ervoor dat we telkens deze ambitie op een nieuwe manier invulling geven. En het eerste wat ik daartoe wil doen is onderwijs. Binnen het Erasmus MC hebben wij de Netherlands Institute for Health Sciences, wat een topinstituut is en topopleidingen aflevert wat betreft de epidemiologie en kwantitatief denken. Onze promovendi die volgen allemaal die opleiding. En ik ga ervoor pleiten dat elke promovendus in het Erasmus MC op zijn minst een aantal essentiële cursussen uit de NIES gaat volgen. De tweede is verbinding leggen. Wat ik wil, dat heb ik net al gezegd, veel meer verbindingen aangaan met de biomedische en preklinische afdelingen, maar ook de klinische afdelingen. Want de expertise hebben we allemaal in huis. En als we met elkaar samenwerken, zorgen we ervoor dat ook de kwaliteit van al het onderzoek naar een hoger niveau getild wordt. Maar dit kan ik allemaal niet doen door ook de juiste input ervoor te krijgen. De afdeling epidemiologie is gegroepeerd met een aantal andere kwantitatieve afdelingen in het thema gezondheidswetenschappen. En hier ziet u het aandeel van het thema gezondheidswetenschappen in het totaal van het Erasmus MC wat betreft belangrijke wetenschappelijke parameters, zoals het aantal toppublicaties, het aantal citaties, het aantal promoties. En u ziet dat het thema gemiddeld op 20% van alle output zit. Echter, de input die daarvoor ter beschikking gesteld wordt, is maar de helft van onze output. En ik wil ervoor pleiten dat deze disbalans op zijn minst minder gemaakt wordt, opdat we ervoor kunnen zorgen, kunnen waarborgen dat de kwaliteit van ons onderzoek gehandhaafd blijft. Ik kan dit niet allemaal alleen doen. Daar heb ik de collega's van de afdeling epidemiologie nodig,
Daar heb ik ook andere collega's van het Erasmus MC nodig, met name van de andere afdelingen. Maar ook collega's in binnen- en buitenland. Maar het allerbelangrijkste zijn de studenten. De studenten van vandaag bepalen het onderzoek van morgen. Het enige wat ik kan doen, is mijn ambitie uitspreken en mijn gedachtegoed overdragen. Daartoe grijp ik terug naar het gedicht van het begin en de volgende strofe die daarbij hoort. En inderdaad, my only wish is that my insight be shared by all. Ik heb gezegd.